Ik heb de minor bedrijfsovername en franchising gekozen omdat ik erg geïnteresseerd was in franchise starten. En in deze periode heb ik dan ook voor gekozen om DE Frans als case te gebruiken en daar meer kennis en kunde van te krijgen. Ja. Dus eigenlijk alles wat je maar kan vinden over duurzame vloeren, ja, dat kan bij ons. Wat mij het meest opvallend is wat ik heb geleerd is de waardebepaling. Dus hoe komt de waarde van een bedrijf zeg maar, tot stand? Hoe weet je zeker dat de daling in de omzet, de halvering ongeveer in 2013? Drie salaris. Deze cijfers op gebaseerd zijn. Het mooie van deze miner, dat het anders maakt ten opzichte van alle andere miners, is dat we voor het ekkie gaan. Dus we nemen echte bedrijven waarmee studenten aan de slag kunnen en daarmee leren we ze bijvoorbeeld het waarderen van een bedrijf, maar ook hoe ze het huidige bedrijf over kunnen zetten naar een nieuwe format. Franchise contract van gezien? Nee, niet gezien. Op de eerste plaats ben ik in de jury gaan zitten omdat ik het bijzonder goed vind dat de Hogeschool van Utrecht aandacht besteedt aan overnamefinancieringen en kredietfaciliteiten voor studenten. Wij zien dat 30% van al onze kredietaanvragen niet in staat is een goed ondernemingsplan op te stellen. En op deze wijze denken we toch bij wat om te kunnen beginnen en de toekomstige ondernemers op de juiste manier te informeren over hoe een kredietinstelling kijkt naar financieren. Wat ik met name erg bijzonder vond is dat ik allemaal pitches heb gezien van real life cases. Waar je normaal gesproken verwacht dat alles hypothetisch is, zie je dat het echt allemaal mensen met concrete cijfers komen. En cijfers van zoals het daadwerkelijk in de praktijk op dit moment binnen die bedrijven gaat. En dat vond ik erg bijzonder. Ik vind het leuk om te zien dat, althans ik vind het opvallend om te zien dat jonge mensen nadenken over het inkopen in bestaande bedrijven of het beginnen van een franchise. En het belangrijkste vind ik dat die mensen toch nadenken over traditionele ondernemingen, maar dan in een innovatieve setting. De combinatie met de achtergrond van sommige studenten, waarbij je echt voelt dat ze een passie hebben voor het product of voor de dienst die ze willen gaan leveren, in combinatie met die concrete case, maakt het dat je ook echt het gevoel hebt dat je bij de ondernemers van de toekomst, naar de ondernemers van de toekomst hebt zitten kijken. Je bent gestart in 2011, dus nog vrij. Ja, licht zenuwachtig, maar voor de rest wel hartstikke leuk. Je krijgt goede antwoorden en respons van de mensen. Leuk, maar wel spannend. Ik was wel zenuwachtig, maar een ervaring rijk. Allereerst wil ik iedereen bedanken, want ik vind het wel razend knap dat jullie het leg hebben om hier te gaan staan en te gaan pitchen. Want dat is niet makkelijk, kan ik jullie vertellen. Waar we naar gekeken hebben is in hoeverre het plan realistisch is. De presentatie. En de wijze waarop ook echt zeg maar, wij het gevoel hadden dat we met een ondernemer te maken hadden. Dus iemand die ook echt zeg maar, vanuit passie dit wil gaan doen. Daar zijn twee duidelijke winnaars in naar voren gekomen. Dat is Halil. De andere winnaar, dat is Bram geworden. Ze hadden echt goed op. Nou, heel plezier, dankjewel. Nee jongens, goed gedaan. Doe tevreden.